In deze video wil ik iets vertellen over flitsen. En eigenlijk gaat het natuurlijk over licht. Ja, flitsen vinden mensen altijd lastig. Maar ja, eigenlijk is flitsen helemaal niet lastig. Alleen het probleem is eigenlijk dat de flits die duurt altijd maar een fractie van een seconde. En dan kun je niet goed beoordelen wat het effect van de flits is. Dat zie je pas later op de foto. Hier hebben we gewoon een foto. Het licht is gemeten op de automaat, hè? Dus de camera heeft gewoon het licht gemeten en je ziet, je gaat op die buitenramen, dat geeft zoveel licht dat die hier eigenlijk binnen te donker wordt. Nou, dat is natuurlijk eenvoudig op te lossen door daar een belichtingscompensatie toe te passen. En dan krijgen we deze foto. Hier ziet het er binnen wel fris uit, maar we hebben hier nou wel het probleem dat die ramen heel erg uitgebeten worden. En dat is eigenlijk wel jammer. En dit ontstaat eigenlijk, dan maak je het binnen lichter, maar buiten blijft het natuurlijk hetzelfde hoeveelheid licht. Dus dat wordt heel erg overbelicht. Dus eigenlijk loopt dat licht helemaal uit de pas. Het is buiten dus veel te licht ten opzichte van binnen. Dus eigenlijk is het licht uit balans. De enige manier om dat op te lossen is door het binnen lichter te maken. Dus als je het binnen lichter maakt, dan is het verschil tussen binnen en buiten minder groot. Dus je gaat het contrast verlagen. Nou, hoe kan ik het contrast verlagen? Ja, ik zou het buiten donkerder kunnen maken. Dan is het verschil ook minder groot. Maar ja, dat is heel lastig. Dan zou je misschien een grijsfolie voor die ruiten moeten plakken, erg omslachtig. Binnen lichter maken is makkelijker. Hoe doe je dat? Door hier gewoon meer licht op te zetten. En een flitsen is natuurlijk heel makkelijk, want dan heb je een klein apparaatje. Dan kan je het heel makkelijk mee doen. En de volgende foto, die is dus geflitst. Kijk, en nou is dat verschil tussen binnen en buiten, dat is veel minder groot. En je zou zeggen, nou, prima gelukt. Maar, als je dus wat preciezer gaat kijken, en deze foto voelt eigenlijk niet lekker aan qua licht. En mensen voelen ook altijd wel aan, er klopt iets niet. En wat klopt hier nou niet? Dat is de lichtrichting. Het licht komt van buiten. En dan zou je hier eigenlijk voor dat beddensprei, dan zou je een schaduw verwachten. En op het bed is het eigenlijk net zo licht als hier die voorkant. En als we naar die vorige foto kijken, dit doet wel natuurlijker aan dat die voorkant van het bed is minder licht dan die hier erbovenop. Dus daar zit eigenlijk een beetje de pijn. En waar zit nog meer de pijn? Kijk, hier zie je ook een schaduw. En dat is logisch, want die verwacht je als het licht van deze kant komt, dan verwacht je hier een schaduw. En deze foto heeft dat dus allemaal niet. Dus hier is wel geflitst. Het verschil tussen binnen en buiten is afgenomen, maar het is niet goed. Eigenlijk is het te veel geflitst. Dus als ik die flitsen wat ga verminderen, en dat is op deze foto gebeurd, nou heb ik dus weer dat de voorkant van het bed, dat die donkerder wordt. Dus dat ziet er gewoon natuurlijker uit. Hierboven is het lichter. Nou, dat klopt wel, want dat licht komt van die kant. En ik heb hier weer mijn schaduw terug. Dus eigenlijk is het met flitsen vaak een kwestie van beheersen. Maar eigenlijk, je moet dus in staat zijn om dit soort situaties te erkennen. En zien waar zit het nou in. Waardoor komt nou dat die foto zo onnatuurlijk oogt. Nou, en dan moet je dus kijken of de lichtrichting nog klopt. Nou, die is hier heel erg onnatuurlijk. Nou, en dus klopt die niet en daarom is dit geen fijne foto. Dan hebben we hier een interieurfoto. Als je portretfotografie doet, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Daar zit je ook vaak te werken met flitsers. Kan je in de studio doen, je kan buiten, kan je daarmee werken. Daar ga ik ook nog eens een keer een video over maken.